hoe kunnen jong professionals impact creëren? Nou, ik denk in ieder geval door uit te gaan van zichzelf en te kijken waarin zij in hun kracht staan. En te zoeken naar nieuwe kansen binnen een bedrijf waarop zij van toegevoegde waarde kunnen zijn. En zelf heb ik dat bijvoorbeeld gedaan door te kijken naar nieuwe samenwerkingen. Omdat ik merkte dat binnen ons bedrijf veel mensen met mooie dingen bezig waren, maar niet echt goed samenwerkten. En door die verbindingen te leggen, kan je eigenlijk snel impact creëren. Ja, onze case van vorig jaar was gericht op microverzekeren in Cambodja. En we richten ons daar vooral op de zorgverzekeringen. Omdat eigenlijk verzekeringen voor mensen in arme landen heel belangrijk is. Omdat op het moment dat er hen iets overkomt, eigenlijk een schade of dat ze ziek worden, ze terugvallen in de armoede. Want dan moeten ze daarvoor betalen en daar hebben ze eigenlijk geen geld voor. Het meest positieve aan de partnershipverkiezing is dat je meerdere mensen leert kennen van verschillende bedrijven. En daardoor ook met verschillende ideeën en visies te maken krijgt. En daarnaast dat je echt de tijd neemt om over een business case na te denken. Ik merk zelf dat als je binnen je eigen bedrijf zit, dat je dat soort dingen erbij inschieten. En op het moment dat je echt de tijd neemt om hier naartoe te komen en met elkaar een hele middag gaat brainstormen, dat je dan echt op nieuwe ideeën komt. En juist door de aanvulling vanuit de partners die hierbij betrokken zijn, dat die ook echt ideeën en inhoud kunnen leveren. Dus samen kom je tot een mooie case. De tip is om vooral te kijken naar waar jouw bedrijf goed is en waar je zelf goed in bent. En om vanuit die hoek te kijken waar je een bijdrage kan leveren samen met een NGO of met een andere partner. Zodat het ook voor je bedrijf interessant is om daar aan mee te doen. En dat je ook echt op inhoud iets kan leveren. Dus dat het niet alleen maar gaat om geld, maar dat het juist vanuit kennis of vanuit inhoud gedreven helpen is.